Jij bent vandaag in de mooie schuur van Erik Menke, het mooie Baag Coupaas, oftewel in de, tijdens carnaval Stiekelstad. Als carnavalskind, hier op het kompas. Vijf dolle dagen. Zoals je ziet, nog druk aan de gang met het karrenbouwen. We zijn nu bij het laatste beetje bezig zijn met lakken, het laatste stukje zwerven. En dan hopen dat wij morgen klaar kunnen zijn, zodat wij met al het plezier carnavalen kunnen. In totaal, met aanhang erbij, dus alle jongens en meisjes bij elkaar, zijn we met groep van 25 man. Die dames zijn vooral handig voor de details verder en zo, maar we hebben best wel veel jongens in de groep. Die zijn nou best wel lomp en denken van, oh, kan wel zo, kan wel hier, kan wel dat. En die meiden zijn heel belangrijk inderdaad voor de details en voor de kleine perceeltjes. De meiden zijn belangrijk voor de details? Ja, die hebben net een wat fijnere hand dan de jongens. Oké. We zaten s'avonds bij elkaar en we moesten ook een naam zien natuurlijk voor de groep. En eigenlijk niemand kwam met wat. Terug met een van de jongens zei van, jongens, altijd als we wat doen, dan lopen we altijd vast. Wij zijn vastlopers. Dus zo is ook onze naam gekomen, de vastlopers. Wel een lang voor de film, Thomas. Wel een lang voor de film. Eerst dachten wij een schuur te hebben. Alleen toen zijn wij wat groter gegaan en toen was in die huidige schuur was geen ruimte meer. En toen zijn we heel lang op zoek geweest naar een schuur, overal in de omgeving. We zijn nu in Baag Coupaas, maar we zijn nog in Zwarte Meer geweest, in Emmel Coupaas, Plezineveen. En er was niemand die zei van, nou, we hebben een schuur beschikbaar. En toen had Erik, de boer waar nu in zit, had gezegd van, nou ja, mochten jullie echt hoge nood hebben, mogen jullie wel bij in de schuur. En jullie liepen een beetje vast in de zoektocht naar de schuur. Ja, zo kun je wel zeggen inderdaad, ja. En wij zijn eigenlijk met Ariel zijn wij van onder naar boven eigenlijk beginnen te bouwen. En je kunt hier zien, nou, het onderste staat is mooi afgewerkt. Het was ook heel moeilijk om te plakken, want je ziet allemaal kleine stukjes en het moet wel netjes zijn. En hoe verder we naar boven gingen eigenlijk, hoe lelijker die eigenlijk werd. Kleine mislukking, maar we zeiden, we kunnen op zich al zien dat het Ariel is. Als carnavalskind. Wat betekent carnaval voor jullie? Ja, carnaval, ja, en één betekenis met één woord kun je er eigenlijk niet aan hangen. Dat is gewoon, ja, gezelligheid, gemoedelijkheid. Iedereen leeft er naartoe. Ja, ik ben ermee opgegroeid, dus ik ken het niet anders. Kleins af aan heb ik al bij mijn ouders in een groep gezeten. En sinds vorig jaar eigenlijk zelf een groep, bij de groep gekomen. En sinds vorig jaar dan gaan bouwen, ja, dat is echt geweldig. Biertje erbij, dom lullen, dom zeuren, elkaar af en toe een keertje uitschelden. En al plezier eigenlijk. Je ziet elkaar nu heel veel, ook wel met de feestjes en de jongens vooral met de voetbaltraining. Maar voor ons is het natuurlijk ook hartstikke leuk dat we er nu ook als dames en met de jongens samen elke avond hier bezig zijn. Ja, het brengt eigenlijk je vriendengroep nog dichter bij elkaar dan dat je alleen in een keertje zit. Want dan ben je eigenlijk alleen met elkaar gezellig aan bier drinken en dan komt er eigenlijk alleen maar onzin uit. En op zo'n dag komt het nog eens een normaal gesprek in plaats van alleen maar onzin. Iwan zei net, de vrouwen die zijn vooral handig voor die kleine, priegelige dingetjes. Ja, zoals ik net al zei, ik ga mooi met de lijntjes erachteraan en mooi voor de kleine dingetjes. Ja. Eigenlijk is hij wel alles wat hij wel gedaan met een biertje. En een biertje is eigenlijk wel goed voor de creativiteit, want daar komen juist ook de mooiste ideeën uit. Zo zijn we ook eigenlijk bij ons thema terechtgekomen. En wie is hier een beetje de grote baas dan in deze groep? Iwan Bos. Ja, wij zijn eigenlijk de jongste groep hier in Baag Coupaas, bij Stiekels zien. En wij moeten eigenlijk wel zorgen dat het carnaval blijft bestaan. En ja, als wij dan zeggen van nou, wij gaan niet bouwen of zetten daar wat neer, dan denk je jeugd onder ons ook weer van ja, waarom zouden wij een carnaval gaan bouwen? Iwan Bos, ja, die regelt wel de meeste dingen hier. En wat is jouw rol? Mijn rol? Nou, kijk, als alles goed gaat, natuurlijk ook zelf met kwast een beetje overheen gaan. Jij kijkt gewoon de hele tijd een beetje. Ja, ik kijk een beetje op neer, hè. Kijk, als er foto's zijn, ja, moet weer hersteld worden. Nou ja, dan is er zo'n persoon als mij. Als carnavalskind, hier op het kompas. Jullie zijn met 25 man. Ja. Vrienden, aanhang erbij. Ja, aanhang een beetje erbij. Is het gezellig? Ja, zeker. Ja, dat kun je misschien ook wel een beetje merken hier. Dus dat we, nou ja, de sfeertjes zitten goed in. Waar draait het om bij carnaval? Nou ja, de feesten, de drank. Nou ja, voor ons dan de karrenbouw ook, hè. Dat we het afkrijgen.
zaterdag, zij moeten al vroeg uit, rond een uurtje of acht eigenlijk wel al. En dan moeten we de kar opbouwen. Dan moeten we eigenlijk al voor 12 uur moeten we zorgen dat we al klaar zijn om optocht te rijden. Dus dat is vaak wel wat het mindere momenten. Maar dan is vaak, ja, ben je bij de kar, gaat de verstuurpan aan, gaat het biertje erbij en dan heb je eigenlijk niet eens tijd om een kaart te krijgen. Een hoop biertjes komend weekend? Ja, denk ik wel.